ouderenzorg. Ja, het imago is wat stoffig, vast een beetje saai. Maar ik weet zeker dat de helden van vandaag mij het tegendeel gaan bewijzen. Actrice, fotograaf en kunstenaresse Mickey Hoogendijk helpt Nens vandaag mee om de helden in het zonnetje te zetten. Juist in de coronacrisis wordt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk reguliere zorg is. Hi, hey, Mickey. Nou, dat is de mooiste dag die we maar uit konden zoeken. Dus vandaar deze bos bloemen om Olaf in het zonnetje te zetten, alsjeblieft. Dankjewel. Jij mag hem in het zonnetje gaan zetten en ik denk dat de zon meteen gaat schijnen. Ik ga het doen. Ik hoor dat hij heel bijzonder is. Dat is hij zeker. En vraag hem vooral het hemd van het lijf, want we willen alles weten. Veel succes. Dank je. Alsjeblieft. Zijn prachtig, zei ze. Het is natuurlijk niet zijn vak, maar ik heb gehoord dat Olaf af en toe piano speelt met zijn patiënt, omdat hij op die manier bijzonder contact met ze kan maken. En ik hoor al iets. We gaan even kijken. Ja. Hallo. Dan denk ik, wie is dat nou weer met bloemen? Ja. Die zijn voor jou. Oké. Okay. Want we vinden dat je heel bijzonder werk doet. Dat je een van de helden bent en we zetten jou vandaag in het zonnetje voor je mooie werk. Nou, wat bijzonder. Dank je wel. Alsjeblieft. Krijg je misschien applaus van... Van je, ja, precies. Van je. Dankjewel. Jeetje, wat lief. Nou, zet hem meteen zo op. Het lijkt wel een soort conceptpianist ineens. Ja. Doe je dit vaak? Nou ja, ik probeer het wel tussen therapieën en gesprekken door. Ja? En wie zijn jouw helden? Nou, voor mij een groot voorbeeld was Sascha. Dat is mijn opleider geweest. En eigenlijk ja, de eerste inspiratie geweest om in de zorg, in de ouderenzorg te gaan. En... Juist omdat ze op een andere manier contact wist te maken, zonder witte jas. Dus dat klassieke beeld werd ineens, en kreeg een heel andere vorm. Zorg jij er nou voor dat het hier niet voelt als een behandelplek? We zijn constant bezig met het revalideren naar de eigen thuissituatie. In plaats van dat je alleen de gewichten gaat hangen. Oh, ik ben blij dat ik hem even af kan zetten. Ja, ik ook. Jij mag af en toe lekker naar buiten. Zeker, dat is een mooi deel van ons vak. Ja. En nu gaan we? Op huisbezoek, zoals we dat noemen. Bij iemand die hier eigenlijk altijd meterslang breidt als vrijwilliger, waar veel andere revidanten komen. Meters breien? Ja, ik zie je altijd met een hele grote bol wol zitten. Ja. En we worden door de huisarts eigenlijk gevraagd om mee te denken in de thuissituatie. Zodat iemand zo lang mogelijk nog kan doen wat hij zelf kan. Ja. Maar waar je ook weet waar je op moet aanhaken om het thuis veilig te houden. Ik zie ook heel erg in het proces van wat jullie doen. Dat, dat jongeren en ouderen zo prachtig van elkaar kunnen leren. Zeker als het over gesprekken als de dood gaat. Ja, ik zeg wel eens, ze zijn een lopende encyclopedie. Ja. Ik zuig alle informatie en kennis van ze op. Ja. En andersom ook. Zij vinden het heerlijk om te horen dat je net een kindje hebt gekregen. En dat is denk ik heel belangrijk. Dat jongeren ook heel erg in het leven staan en dat ook gebruiken. Dat is wel het allerbelangrijkste eigenlijk. Dat je constant bezig bent om ze het gevoel te geven dat ze zelf nog dingen kunnen blijven doen. En daar ook weer in groeien. Werk vanuit de kracht die iemand nog heeft. En het systeem, de familie of vrijwilligers. Dus daar kan veel meer dan je denkt. En huisartsen werken wij intensief op die manier mee samen. Ja. Ik ga kijken naar dat breisel. Misschien wil ze een sjaaltje voor ons maken. Voor deze tijd wel handig. Of een mondkapje van wol. Maar het was te koud. Hallo. Mogen we binnenkomen? Tuurlijk. Nou, dankjewel. We gaan Sascha in het zonnetje zetten. Ze is nu in een meeting. Zij is onder andere de opleider geweest van Olaf, maar zij is ook gespecialiseerd oudergeneeskundige. Ze heeft echt hart voor de zaak en ze verdient het gewoon. Hallo Dan, mag ik storen? Hallo, ja. Kom Sascha? Binnen. Ja. Kijk eens wat ik voor je heb meegenomen. Oh, wat leuk. Een echte bosbloemen. Ja, dankjewel. Want die verdien jij voor al het prachtige werk wat je doet. Jij bent voor heel veel mensen ben je echt een held. Dus ik wil je eerst in het zonnetje zetten. Je zit in een meeting, hè? Ja. Klopt, ik zit nu even in een meeting. Vooral de conditie, het onderhouden van de conditie. Ja. Zodat ik niet verder en snel achteruit ga. Vindt u het goed als we het gaan afronden of heeft u nog vragen voor deze? Ik zie je vanmiddag nog. Heel veel succes met revalideren. Ja, en bedankt. Goed, dag. Jullie zijn een hele innovatieve manier van zorg aan het leveren. Dus dat willen we heel graag. We willen heel graag de ambulante revalidatie, dus de revalidatie thuis, eigenlijk
sterker neerzetten, zodat we iedereen te kunnen bedienen daarin. Ja. En daar zijn dit soort middelen heel handig voor. Ja. Je bent ook opleider van Olaf. Hoe belangrijk is het die jonge aanwas? Ja, die is heel erg belangrijk. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat we een goede mix krijgen van mensen met ervaring en jonge mensen die een frisse kijk hebben op het vak. En dat is Olaf, die dat ook heel goed doet en ook heel erg leuk vindt. En het is natuurlijk heel erg leuk om mensen op te leiden en om mensen in hun kracht te zetten. Mag ik met je meelopen vandaag? Ja, tuurlijk. Zullen we dan maar gaan? Ja, goed idee. Welke kant op? Die door kant de deur. Op. Ja. Nou, gaan we hierheen? Ja. Blijf afstand. Verhaal vertellen. Ik merk alleen wel als ik aan haar begin door te vragen over dingen die kort geleden gebeurd zijn, dan heeft ze er echt wel moeite mee om dat goed te reproduceren. Als ik heel even in mag breken. Want Olaf, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Kun jij mij vertellen, of eigenlijk moet je tegen haar vertellen, waarom Sascha jouw held is? Ja, zij is een enorme rolmodel voor mij geweest. Een dokter die heel erg outside the box durft te denken, maar vooral de mens centraal zet. En op een hele pure manier contact kan maken. En dat is wat ik ook hoop te zijn, te worden als dokter. Ja. Is ze een beetje je held, mag ik dat zeker zo noemen? Ja, en ik vind het een grote held in de zorg, zeker weten. Dankjewel, een mooi compliment. Ik ben er ook heel trots op dat ik jouw opleider geweest ben. En dat je het zo goed doet, dat vind ik echt heel mooi. Dank jullie wel dat ik vandaag mee mocht kijken. Ik vond het leerzaam en leuk jullie zo te zien samen. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Ga lekker door. Ja, dankjewel. Ik heb zelf eigenlijk best wel genoten van de bevlogenheid van Sascha. Hoe zij in dit vak staat, de innovatie die er gemaakt wordt, maar ook het feit dat zij jonge mensen kan opleiden. Hoe zag je dat met Olaf? Ja, zeker. Ik vond het mooi dat ze vooral naar elkaar wezen als de held zijnde. Ja. Heel dankbaar voor de inspiratie die we van elkaar hebben gekregen. Een fantastisch goed team eigenlijk, zoals we met elkaar werken. Nou, daar gaat het om. En je kan hier dus nog stappen maken. Dat is zo mooi. Zeker. En wat me het meest opviel eigenlijk is dat we mochten natuurlijk niet door corona met de patiënten praten. Mm-hmm. Maar de lol die ik met een aantal mensen op de gang al kon maken, mijn dag was goed. Nou, heel veel vrolijkheid hier. Dat hoor ik graag. Ja. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Heel graag gedaan. En dan lekker naar een warm huis. Zeker.